Welkom bij Plezier in de Keuken. Ik ben Marijke en vandaag laat ik zien hoe je courgettepasta kan maken. Wanneer ik courgettepasta of courgettini maak, kies ik voor de Spirelli of de dunschiller. Ik laat je eerst zien hoe ik de courgettepasta maak met de Spirelli. Je snijdt een stukje van beide kanten van de courgette en je zet de Spirelli vast aan de courgette. Eén kant van de Spirelli heeft korte scherpe spiezen en aan de andere kant van de Spirelli zit het mes. Zoals je ziet kun je beter eerst de Spirelli met je hand vasthouden en langs het mes draaien. Pas als het stuk courgette te klein wordt, spies je hem vast en draai je zo verder. Het midden waar de zaadjes in zitten, blijft over en kun je gebruiken voor je pastasaus. Nu heb je mooie dunne slierte pasta. Met de dunschiller maak ik wat bredere dunne plakken. Je snijdt weer de eindjes van de courgette eraf en daarna ga je aan de slag met de dunschiller. Draai de courgette en schil tot aan de zaadjes in het midden. En zo ontstaan mooie dunne brede plakken courgettepasta. De Spirelli gebruik ik het meest om courgettepasta te maken. Er komen mooie slierten uit die nog best stevig zijn. Wanneer ik ze opbak heb ik echt het idee dat het eet als gewone pasta. De dunschiller gebruik ik minder vaak. De plakken zijn namelijk best dun en de pasta blijft daardoor niet zo stevig bij het bakken. Hoe maak jij je courgettepasta en wat eet je erbij? Laat een reactie achter en geef een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Bedankt voor het kijken en veel plezier in de keuken! Wil je geen van onze wekelijkse video's missen? Abonneer je dan op ons kanaal via de knop onderaan deze video.